Hallo allemaal! We hebben Jelle Peel toch nog een keer opnieuw uitgeprobeerd. Nu met een doos van 3 kleuren roze. En met deze tips gaat het een stuk beter. Ik maakte deze voorbeeldarmband die erin zit. En het divaatje maakte deze oorbellen en laat dat zien in het filmpje. Nou, hoe je ook zulke mooie oorbellen wilt. Nou, dat doe je dus zo. Nou, vandaag hebben we een nieuwe doos. Het is groter, maar die is 20 euro. Dan moet je eerst een stipje zetten. Een groot stipje. En daarop leg je de oorbel met het riemetje. Zo. Nu ga ik dus de andere stipjes maken. Zo, ik vind het nu echt super mooi gewoon. Ik kan niet geloven dat ik dat gemaakt heb. Nou, nu ga ik even de andere pakken. Dus even stopzetten. Want hij ligt nog in het water. Warm water moet je doen. En dan een paar seconden of zoiets wachten. En dan weer uithalen. Het topje schoonmaken. Het eerste puntje eraf halen. En dan doet hij het gewoon super goed. Ja, doet het ook al goed. Wauw. Nou, ik ga weer even de andere kleur pakken uit het water. Nou, nu loopt hij weer even vast. Nou, nu ga ik weer de andere kleur doen. Nou, nu de volgende kleur. Zo, en nu heb ik weer de andere kleur nodig. Nou, nu zijn we aangekomen bij het laatste stuk. En dat zijn soort van ovale cirkels. Nou, hierbij begin ik hier. En dan ga ik zo. Zo, hij loopt even vast. Zo, en dit is echt de laatste. Zo, nou, de oorbel is klaar. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En ja, tot de volgende keer dan maar.